In FabLab Erpenmeren kan je gebruik maken van twee vinylsnijders. We hebben een GCC Expert vinylsnijder en een Brothers Canon Cut SDX 1200. Met een vinylsnijder is het zeer eenvoudig om je eigen stickers te maken. Het enige wat je nodig hebt, is een vectortekening van je ontwerp. Je maakt je ontwerp bij voorkeur in een grafisch vectortekenpakket zoals Inkscape, Illustrator of CorelDRAW. In je ontwerp zijn kleuren en lijndiktes onbelangrijk, want elke lijn of vorm zal simpelweg uitgesneden worden. De kleur van je eindresultaat wordt enkel bepaald door de kleur van het stickervel zelf. Bij de GCC vinylsnijder is het eenvoudigst om eerst de rol vinylfolie in de machine te laden vooraleer je deze inschakelt. Gebruik hierbij de klemhendels om de folie tegen de aandrijfrol vast te klemmen. Bij het inschakelen zal de vinylsnijder zichzelf eerst homen en hierbij over de volledige breedte van de rol vinylfolie heen en weer bewegen. Wees dus voorzichtig. Als de vinylsnijder gehomed is, kan je op de machine op de on-offline knop drukken. De LED zal dan uitgaan en dan kan je de pijltjestoetsen gebruiken om naar een bepaalde locatie te navigeren. Als je op deze nieuwe locatie op de Origin Set knop drukt, dan zal dat punt als startpunt ingesteld worden. Daarna druk je nog eens op de on-offline knop, zodat de groene LED opnieuw brandt. Gebruik dan een USB-kabel om de laptop en de snijplotter met elkaar te verbinden. Om het ontwerp vervolgens door te sturen naar de machine, moeten we het eerst in Inkscape openen. Van daaruit kan je rechtstreeks de vinylcutter aansturen. We gaan in Inkscape naar Uitbreidingen en kiezen in de map Grade Cut 3 voor de optie Direct Cutting. De vinylsnijder zal dan je ontwerp onmiddellijk beginnen uitsnijden. De Brothers Canon Cut is iets makkelijker in gebruik. Hier heb je zelfs geen laptop voor nodig. Je kan een USB-stick waar het ontwerp op staat rechtstreeks in de vinylsnijder steken en alles op de machine zelf instellen met behulp van het aanraakscherm. De Scan & Cut beschikt ook over een scanner waarmee je je eigen tekeningen kan inscannen en deze omzetten om uitgesneden patronen te genereren. Wanneer de machine klaar is met snijden, moet je het overtollige stickermateriaal nog verwijderen, zodat enkel je ontwerp overblijft. Ten slotte kan je gebruik maken van transfertape of schilderstape om je ontwerp makkelijker aan te brengen. Breng daarvoor eerst een laag tape aan over je uitgesneden sticker. Maak je sticker vervolgens los van de drager. Breng je sticker aan waar je hem wil en verwijder achteraf de transfertape.